Mijn naam is Ben en ik ben fietsmaker. Vandaag ga ik jullie alles vertellen over vouwfietsen. Want zo'n vouwfiets kan in heel veel gevallen erg handig zijn. Een vouwfiets kan erg handig zijn door zijn kleine formaat. Zo mag je een vouwfiets bijvoorbeeld meenemen in de trein. Ook in de spits. Het is handig dat wanneer je op vakantie gaat, je je fiets altijd mee kunt nemen. En het is ook ideaal wanneer je in de stad woont en bijvoorbeeld geen schuurtje hebt om een normale fiets op te bergen. Maar waar moet je nou op letten bij het kopen van een vouwfiets? Je hebt verschillende soorten vouwfietsen. Wanneer je kleine stukjes fietst, is een simpele, goedkope vouwfiets meer dan genoeg. Maar wanneer je langere afstanden moet afleggen, is het misschien goed om wat meer te investeren. Meestal heeft een vouwfiets 20 inch wielen. Voor een vouwfiets geldt, hoe groter de wielen, hoe meer versnellingen, hoe meer comfort. Een vouwfiets weegt meestal tussen de 9 en de 17 kilo. Je krijgt dus wel wat terug voor het extra getil en de extra kosten. Daarnaast heb je ook nog elektrische vouwfietsen. Dat is erg handig, want je hebt altijd een soort van mini e-bike bij je. Je kunt op een elektrische vouwfiets ook tot wel 25 km per uur fietsen. Een nadeel is dat een elektrische vouwfiets wel een stuk zwaarder is en natuurlijk een stuk duurder. Je kunt elektrische vouwfietsen kopen met een voorwielmotor, een middenmotor of een achterwielmotor. Daarnaast heb je nog keuze in de plaatsing van de accu. Zo worden sommige vouwfietsen geleverd met een accu op het frame en sommige met een accu onder een kleine bagagedrager. En kies voor een accu die bij je behoeften past. Als je kleine stukjes fietst, kun je een accu nemen met een kleine capaciteit. En als je langere stukken fietst, dan heb je een accu nodig met een grotere capaciteit. En dan zijn we nu bij de grote puzzel aanbeland. Hoe vouw je de vouwfiets op? Hoe je vouwfiets opvouwt kan per merk enorm verschillen. Vaak heb je scharnierpunten waardoor je de fiets gemakkelijk en snel in elkaar kunt vouwen. Kind kan de was doen. Mocht je er nou niet helemaal uitkomen, gelukkig zit er altijd een gebruiksaanwijzing bij je vouwfiets. Heb je nog meer vragen over fietsen? Fiets dan even door onze andere video's heen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende! Thank you.